Zo'n 1 op de 20 leerlingen uit Beuningen komt jaarlijks in contact met de leerplichtambtenaar. In sommige gevallen komt het uiteindelijk tot een haltraject of een proces verbaal. De laatste jaren handelen leerplichtambtenaren het sneller af wanneer er signalen zijn dat er mogelijk iets aan de hand is met een leerling. Er zijn verschillende signalen waaruit ik kan opmaken dat het niet goed gaat met een leerling. Ik ben voornamelijk gericht op een stukje schoolverzuim natuurlijk. En schoolverzuim kan meerdere oorzaken ook hebben. School die is verplicht om wettelijk verzuim bij mij te melden. Dus dat komt er bij me binnen en ik ga dan met school en ouders en leerling in gesprek om te kijken van goh, wat is er nou aan de hand en hoe kunnen we het samen vooral oplossen. Ik ben op 2 scholen hier in de omgeving hou ik preventieve spreekuren. Dat betekent voordat de leerlingen zoveel verzuim hebben dat er een melding gemaakt moet worden en ik wellicht over moet gaan tot handhaven, spreekt de leerling al op de school. En eigenlijk te kijken van goh, hoe komt het nou eigenlijk? En weet je wel wat voor een effect het kan hebben voor je toekomst? En met die manier proberen we ook te voorkomen dat uiteindelijk een leerling met zijn ouders en het hele plan eromheen op het gemeentehuis moet komen. En dat er wellicht overgestapt moet worden naar toch een andere actie. Gelukkig komt het niet vaak voor dat ik een procesverbaal of een haltstraf geef. Dus ook wel echt een laatste redding die wij dan proberen om iets in beweging te krijgen bij een gezin. Voor een haltstraf of procesverbaal zijn er altijd meerdere andere stappen ondernomen. Er zijn al meerdere gesprekken gevoerd met ouders en leerling. Er is eventueel hulpverlening ingeschakeld. Zijn er gesprekken geweest op school natuurlijk. Om juist met z'n allen te kijken hoe we eigenlijk te kunnen voorkomen dat er een haltstraf of een procesverbaal opgemaakt moet worden. Het moment dat ik een procesverbaal opmaak, zijn ook eigenlijk wel alle andere mogelijkheden al onderzocht en gestart of uitgesloten. Dus dan is de enige manier om eigenlijk via de rechter om in gedwongen kader wellicht om de hulpverlening in een gezin te krijgen.